De damesbasketbalwedstrijd tussen Lek Detect en Royal Eagles uit Apeldoorn van woensdagavond stond geheel in het teken van een plaats in de bekerfinale van de Carla de Liefde trofee. Op 25 maart aanstaande wordt deze gespeeld. Lek Detect begon zeer voortvarend met de wedstrijd, wat na 4 minuten al in een 11-3 voorsprong resulteerde. Gaandeweg de wedstrijd kreeg het publiek een leuke wedstrijd te zien met mooie combinaties bij Lek Detect, mooie scores en ook een hoog tempo. Lek Detect stond de hele wedstrijd steeds 12 tot 14 punten voor, maar liep in het vierde kwart uit naar 74-53. De wedstrijd was daarmee eigenlijk wel gespeeld en met 89-64 plaatste Lek Detect zich voor de vierde maal op rij voor deze finale. Topscorer was Lisanne de Jonge met 17 punten en aan Jill Battlefield, die terug is na een blessure, vroegen wij of zij een lekkere wedstrijd gespeeld had. Ja, ik vond het zeker een lekkere wedstrijd. Ik denk dat we een hele goede wedstrijd samen hebben gespeeld. Een hele mooie aanval hebben laten zien. En ook wel de verdediging ook op veel momenten gewoon heel goed stond. Ze hebben gewoon een goede wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen, denk ik. Voor het publiek was het inderdaad een lekkere wedstrijd. Het ging ook wel een beetje op en neer. Hè? Heel vaak stonden jullie op 12, 13 punten. In het vierde kwart liepen jullie wat uit. Met welk idee gingen jullie deze wedstrijd in? Ja, eigenlijk gewoon van we geven ze geen kans. Dus echt vol erin gaan en kijken waar het zeg maar belandt. En je zag in het begin dat heel goed uitpakte en dat we ook heel even een klein dipje hadden. Maar goed, je kan ook niet 40 minuten lang dat niveau halen, denk ik. Dus. Even naar jezelf, je bent er even uit geweest met blessure. Vandaag weer de hele wedstrijd gespeeld. Hoe ging het? Ja, eigenlijk goed, moet ik zeggen. Voor weer een eerste wedstrijd. Ik heb lekker kunnen spelen zonder pijn, dus dat is wel... wel even wat anders, want dat was de afgelopen tijd niet zo. Dus ik ben blij om weer terug te zijn in ieder geval. Hey, en de finale, waarschijnlijk Grasshoppers. Hè? De wedstrijd is nog even bezig. En misschien wel in Katwijk. Dat wordt geen makkelijke finale, denk ik. Hè? Nee, Katwijk is altijd een lastige tegenstander en kan eigenlijk ook altijd voor verrassingen zorgen. Elke wedstrijd tegen hun is altijd gewoon, winnen we net of verliezen we zelf. Ja, dit jaar is dat dan nog niet gebeurd, maar afgelopen jaren wel. Ik denk dat we daar gewoon vol vertrouwen in moeten gaan en dat we dan ook gewoon die wedstrijd kunnen pakken. Nog even de laatste vraag. Jullie nieuwe coach, Paul van Heuvel, is net een ruime maandje nu bezig nadat jullie de Final Four hebben gewonnen. Hoe gaat dat? Ja, heel goed. Het is natuurlijk bij het begin staat er weer iemand anders voor de groep. Maar we moeten gewoon ook verder en daar moeten we ook niet te lang mee bezig zijn dat er iemand anders staat. Maar gewoon, we weten wat we moeten doen. Hoe we goed zijn en dat moeten we eigenlijk gewoon voortzetten en dan komt het goed. Paul van Heuvel, hoofdcoach Lek Detect, vanavond de finale bereikt van de beker. De eerste finale richting de eerste prijs, hoe voelt dat? Ja, goed. Daar zijn we mee bezig, dat is het proces wat gaande is. We willen de beker winnen en we willen landskampioen worden, dus we zijn nog steeds op koers. Je hebt het over het proces, hè? Na de Final Four ben je gestart hier bij de dames. Hoe lastig is dat om in zo'n team als coach te beginnen? Een team wat eigenlijk wel heel lekker draait. Nou, eigenlijk niet. Het team is zeer professioneel. De meiden als team weten waar ze mee bezig zijn, hebben een doel. Hakim heeft ze natuurlijk gebracht tot waar ze waren met de winst in de Final Four. En natuurlijk was het even een andere coach, een ander geluid. Die meiden moeten het uiteindelijk doen. En de staf is natuurlijk voor de rest hetzelfde gebleven. En ik denk dat de doelstellingen in ieder geval voor iedereen hetzelfde is gebleven. Dus perfect. Is de klik er al tussen jou en het team? Ja, dat denk ik wel. Een aantal van die meiden ken ik natuurlijk al. Ook van vroeger toen ze nog jong waren, nationaal team spelen. En als ik zie, er komen steeds mooiere situaties, onderlinge gesprekken, maar ook je leert elkaar beter kennen en ook beter snappen wat je van elkaar wil en verwacht. En nu heb je vanavond een leuke wedstrijd gespeeld, in ieder geval voor het publiek. Je maakt 89 punten, maar je krijgt er wel 64 tegen. Dat is aardig wat, hè? Ja, wat je ziet is dat we met name in onze offense gegroeid zijn. Als je ook vanavond kijkt, hebben we volgens mij 6 speelsters in de dubbele cijfers. Daar ligt
ook onze kracht. Maar je ziet dat het toch ook een beetje ten koste gaat van de defense. Niet alleen vanavond, maar vorige week of afgelopen zaterdag eigenlijk tegen Den Helder hadden we ook al 70 punten tegen. Nou, daar moeten we echt ook naar de play-offs, maar ook naar de beker weer stappen gaan maken. En ja, terug naar de basics, neerzetten wat er voor nodig is. En ja, dan zijn we niet meer te stoppen. Eventjes voor het publiek in Bemmel. Je bent als voor het eerst nu echt coach van een eredivisieteam. Hè? Ja. Je hebt hiervoor wel wat coachingservaring. Wat ben jij voor een soort coach? Ik ben met name een coach die probeert om het beste uit mensen te halen. Dat betekent enerzijds dat ik natuurlijk de richting aangeef en mee bepaal. Waarbij ik een fantastische staf heb met Faisal en Anouk. Maar dat ik ook zoveel mogelijk probeer om verantwoordelijkheid bij speelsters, maar ook bij mijn coaches neer te leggen. En dat betekent dat ik wel degelijk als het nodig is de besluiten nemen en zeg dit is wat we gaan doen. Maar zoveel mogelijk ik graag zou willen dat speelsters het zelf oplossen, dat het team het oplost, dat assistentcoaches verantwoordelijkheid nemen. Want dan groeien we en dan worden we beter. En ook dat is wel een omschakeling waar je merkt dat we echt in het proces zitten om dat beter tot z'n recht te laten komen en dat iedereen dat ook begrijpt. Nou, bij een aantal speelsters zie je dat heel snel komen. Bij de coaches, met Anouk en Faisal, pakken het heel goed op. En we zijn echt gezamenlijk daarmee bezig. Dus enerzijds ben je hoofdcoach, anderzijds ben je een soort manager die het team aanstuurt en iedereen daarin betrekt en bij gebruikt.